een heel lekker hapje maken met onze Herta spekreepjes, de dunne versie. En ondertussen, Christel, zou ik je willen vragen om het witloof. Je hebt gezien, ik heb er al een paar bladjes van voorbereid. Ik ga ondertussen, als ik heel even mag, het vuur opzetten. Zo. Dat zijn de alumet, de kleine. Dat zijn de alumet, dit is een leuke versie. Nu, wat je zal zien is, het bijzondere aan die spekreepjes van Herta is, die hebben geen extra vetstof nodig en er komt heel weinig vocht uit. Gaan we zo dadelijk doen. Ik warm de pan even op. Ik heb ondertussen ook twee eitjes al hard gekookt. Hebben we zo dadelijk nodig voor onze mengeling die we gaan maken. En wat ik wel eens doe, dat is een beetje raar, ik probeer zoveel mogelijk het wit van het geel te scheiden. Dat is nu niet echt noodzakelijk, maar je zult zien dat je dan eigenlijk op een leukere manier zo dadelijk een mengeling kunt maken. Die kleur echtheid, die blijft een beetje meer bewaard. Dus dat ga ik je even vragen om te plakken. Ondertussen ga ik onze spekjes in onze verwarmde pan. Die is stilletjes aan heet. Je hoort dat, dat knettert een beetje. Dat hoeft niet zo heel lang op het vuur te staan. Maar ik ga er iets, ik ga er een fantasieke bij doen. Iets bijzonders. Zie je die spekjes? Er komt bijna geen vocht af. Ik ga er een klein beetje mandarin Napoleon bij doen. En de reden dat ik dat ga doen is, ik wil eigenlijk die dingetjes een beetje gaan karamelliseren. Zo, een klein beetje vermengen, verwarmen. En dan gaan we dat zo even laten gebeuren. Spectaculair. Het spekje is spectaculair, inderdaad. Oké. Goed, nog heel even laten doorbakken, dat het karamelliseert. We zijn bijna klaar. Maar eender welke zoete drank kan je ervoor gebruiken? Ja, je kunt bijvoorbeeld ook Cointreau gebruiken. Of Cointreau misschien minder, maar dan meer kan ook. Ik lust heel graag die zachte mandarijnsmaak. En dat is leuk, want ik ga hier ook een heel klein beetje zesten van onze sinaasappel bij doen. Doe hier een klein beetje mayonaise onder. Zo. Zelfgemaakte soms? Dat mag zelfgemaakte, dat mag ook gekochte zijn. Je weet, op Let's Cook It heb je verschillende bereidingen door verschillende topchefs, niet door mij dus, over hoe je mayonaise kan maken. Dat moet een beetje eng. Doe er een beetje peper en zout bij als je wilt, Christel. Ja. Ondertussen ziet je dat dat hier een mooie kleur begint te krijgen. Ja, dat begint echt goed uit te pakken. Dat is aan het blinken. Zo. De eieren moet altijd redelijk wat zout doen. Dit is nu wel een klein beetje gezouten, maar je moet er wel wat meer maken. Ik ben altijd zuinig met zout, Goed, roeren nu. En dan ga ik onze, als ik heel even mag, excuses, het vuur afzetten. Ik ga onze spekjes uitlekken. Klein beetje laten uitlekken. Nu, daar mag nog een klein beetje vocht bij zitten. Gaan we er zo'n beetje onder vermengen. En mag je er gewoon warm bij doen? Kan je dat mag, dat mag. Je mocht het ook laten afkoelen, maar dan gaat dat heel hard kleven. Ja. Nu, dit is wel iets wat ik je zou aanraden om snel te serveren. Kijk, er mag nog een klein beetje meer bij zijn. Een beetje meer kleur. Zo, we zijn er bijna. Mm-hmm. Wat doen we nu? Dus, nou, dat hebben we al gedaan. Ik ga een klein beetje daarvan nemen. Zie je? Zo. Een klein beetje presenteren, zo. Misschien onze spekjes. Zo, zie nu goed. Als je dat nu zo even verder door zou zetten. Ja. Zo, een paar vullen. Ja. Dat is heel veel hoor. Mag een beetje minder? Een beetje minder. En dan ga ik dat afwerken met, op ons bordje, eentje voordoen, met een beetje appelsien, zesde. Niet dat is het schil van de appelsien. Het schil van de appelsien, natuurlijk. Onze mandarijnsmaak. Dat zit hier een beetje vast. Zo. En dan gaat eigenlijk een heel leuke combinatie geven van zacht, zoet. En dus kijk, Christel, dat is echt gewoon heerlijk. Dat, een beetje warm nog, een beetje lauw. Ja. Eitje, mayonaise, peperzout, krokante van de witloof, beetje bitter. En dan het zoete van onze mandarin Napoleon in dit geval. En dan afgewerkt met onze sinaasappel. Lekker hapje. Kan er maar lekker zijn, ja. Mmm.